dat het God beter het elk jaar hetzelfde liedje is met Vindy Kat. Met die lijsten, met te veel zuipen. Daar is ook nog een dode gevallen. Het is gewoon een organisatie die niet deugt, waar de hele mentaliteit niet deugt. Criminele organisatie. Het Verlossum, kunt u mij horen? Zou je overwegen om in de Airbnb van Henk Krol te gaan overnachten als ontspanning tijdens een vakantie? Ik ben absoluut niet van plan om in enige Airbnb te overnachten. Ik heb daar wel van die Airbnb-programma's op de televisie. En niets benauwt mij zo verschrikkelijk als het totale gebrek aan privacy wat je in een Airbnb hebt. Want je wordt dan door een echtpaar ontvangen. En dan moet je meestal op een benauwd zolderkamertje met roze behang moet je de nacht doorbrengen. Ik moet er toch niet aan denken, nee. Ik ben helemaal niet voor Airbnb's. Ik betaal veel liever twee keer zoveel in een luxe hotel met een ruime kamer. Dan dat ik bij zo'n echtpaar ga overnachten. Hè? Waar vaak alles even truttig is. Ja. Ik wil zeggen dat die hotels nou geweldig zijn ingericht. Maar goed, dat zijn kamerfabrieken van feite. Die zijn neutraler, daar heb ik minder problemen mee. Maar Henk Krol, die is nu in deze business. Hè? Die is dus uit de politiek. Dat wist ik helemaal niet. Maar daar zit ik helemaal niet op te wachten. Nee. 70 euro per nacht. Nou, dat vind ik ook al een prijs of zeg. Ik kan me herinneren dat we met het voor dat programma met mijn broer en zus overnachten we altijd bij de lokale van de Valk. En die wordt natuurlijk voor je betaald, dus ik weet niet precies wat ze kosten. Maar ik kan me herinneren dat de van de Valk in Delft 86 euro per nacht kostte. Moet toevallig staan lezen. Dat is een hotel. Ja. Ja, en dan heb je een kapitaalgrote kamer. Dus voor, wat is het, voor 16 euro meer kan ik bij Van der Valk overnachten. Dan heb ik geen last van een gelul van een Krol. Ja. Ja, dat is waar. En heb je dan ook niet altijd dat je hebt ook iedere keer andere matrassen. Dat je denkt van, dat ik weet dat je zult thuis een matras hebben. Wat nou, een van de meest matige punten van veel gehuurde huisjes zijn de matrassen. Die vaak niet stevig genoeg liggen. Dus als ze bijvoorbeeld naar buiten toe overhellen, zodat je als je niet stabiel zit, ligt slapen, flikker je halverwege de nacht uit je bed. He, wat doe je? Dat moet je dan zo doen. Ja, mijn echtgenoot heeft daar wel slag van. Om het dan zo te doen dat dit gevaar iets minder is, of dat je een stoel tegen het bed aanschuift. Nee, dat is een groot probleem, want je bent natuurlijk gewend aan je eigen fijne bed, want daar kun je structureel iets aan doen. Maar ja, alle huur, kijk, ik ga dus elk jaar meerdere malen naar Texel. En dat zijn natuurlijk al dan huurwijze huren een appartement. Dat ziet er allemaal heel ruim uit met twee slaapkamers en een woonkamer, een lollige tuin, daar werd er niks mis mee. Maar feit is wel dat je dan, weet ik veel wat je betaalt in het hoogseizoen, ergens 1000 euro per week of zo. En dan kom je thuis natuurlijk na twee weken. En dan denk je, ik ben ook wel een uilskuiken ook. Dat ik voor zoveel geld in een piepklein huisje ga wonen en dat dan vakantie moet worden genoemd. Hè. Het is net als dat achterlijke kamperen natuurlijk. Hè, dat, ja, godzijdank. Ik heb in mijn leven wel een paar keer gekampeerd, maar dat is gelukkig heel beperkt gebleven. Dan blijf ik echt 100 keer liever thuis dan dat ik ga kamperen, dat kan ik je wel zeggen. Ja. Ik ben gewoon geen vakantiemens, daar komt het eigenlijk een grote trek op neer. Eigenlijk ga ik het allerliefste of naar Texel, waar ik aan gewend ben. En wat een soort van home from home geworden is, om het dus op zijn Nederlands te zeggen. Of naar een zeer comfortabel hotel in een grote stad, waar ik een programma kan draaien. Waar ik ergens heen kan, waar interessante dingen te zien zijn. Dat vind ik wel prettig. Maar heb je dan ook last van? Zeg maar de klassieke strandvakantie, daar heb ik maar weinig mee. Nee, je zit niet met een schepje op het strand. Nee, laat staan natuurlijk aan de Mediterranee, waar ik altijd een hekel aan heb gehad. Omdat het te warm is. Ja. Dat is mijn hoofdprobleem. Ja. Vergeet niet dat vroeger de elite wel naar de Mediterranee ging, maar niet in de zomer. Ze keken wel link uit. Ze gingen natuurlijk in het voorjaar en in de late herfst of in de winter. Nice in de winter, dat is nou weer wat anders natuurlijk dan Nice midden in de zomer met 36 graden. Op ooit dat ding daar ook weer, die promenade daar. De Côte d'Azur? Nee, Nice heet de promenade. Promenade des Anglais of zoiets. Dat zou kunnen, ja. Ik heb geen idee hoor. U kunt protesterend bellen. Hoe is het mogelijk dat de heer Verlossum dat niet weet? Dat is toch algemeen bekend? Nou ja, enzovoort.
Maar ben je dan ook vaak als je terugkomt van zo'n opname dat je denkt van ik heb zo slecht geslapen. Dan ben ik blij dat ik thuis weer op mijn eigen bed lig. Jazeker. Daar ben ik altijd heel tevreden over. Wat voor bed heb je? Hoeveel bed? Nou, een stuk of 26. Nee, ik bedoel, wat voor bed? Wat is het voor bed? Ja, dat heeft mijn broer ooit getimmerd in onze arme jaren. Maar het is een heel groot bed. Ik geloof 2 bij 2 meter of zo. Heb je thuis? Ja. En daar liggen dus 2 grote matrassen in. Die past precies in 2 bij 2 meter. Dus die matrassen zullen waarschijnlijk 1 bij 2 meter, denk ik hoor. En daar slapen wij al weet ik veel... 40 jaar heel comfortabel. Oké, dus het zijn 2 aparte. Dus niet zoals jij omdraait dat dan dat eentje is. Nou, het is qua matras is het apart. Het zijn 2 matrassen. Ja, ja. 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 Maar nee, dat is een heel comfortabel bed. Dat moet het ook wel zijn als je er zo lang in moet slapen, ja, natuurlijk. Maar dat hoor je mensen dus steeds zeggen. Als ze dus, dan kom je in zo'n huisje en heeft voor je een enorm dik figuur heeft op zo'n bed gelegen. Kan en zijn dat er zo'n gat is, weet je, in al die Franse hotels vroeger hadden. Ja. Hè? Dat er dus zo'n kuil in het midden was. Ja, dus wat je ook deed, je rolde altijd mensen tegen elkaar aan in de loop van de nacht. En ja, je hebt mensen die vinden het heerlijk om in volledig in elkaar verstrengeld te gaan slapen, maar ik bijvoorbeeld helemaal niet. Nee. Dus ik vond dat hartstikke onhandig. Ik herinner me een hotel in Parijs, vlak bij de Pont Neuf. Ja, dat was toen allemaal nog een goedkope rommel. Waarschijnlijk tegenwoordig weer onbetaalbaar geworden. Ja, dat was wel een rare boel hoor. God, ik ben nog met mijn vader was naar Noord-Frankrijk. Wij hadden een kathedralentocht hebben wij gedaan. En mijn vader gaf niks om luxe of hoe het eruit zag. We zijn echt in kamers hebben wij geslapen, joh. Waar je echt de hele nacht de kakkelakken hoorde ritselen. Waar het behang in die repen van de muur afhing. Ja, mijn vader zei altijd, als je er maar pitten kunt, dan is het goed. Ja. Heeft hij in principe gelijk. Ja, maar nogmaals, ik ben te conservatief en het is te honkvast om echt dol te zijn op vakantie. Ja. Dat er mensen bereid zijn om te gaan kanoën in Nepal, dat is voor mij een compleet raadsel. Hey, ik had eventjes, ik weet niet of jij dat hebt gehoord, omdat je altijd, nou ja, Amerika is natuurlijk toch... hetgeen waarvan mensen denken, daar moeten we, als het daarover gaat, moeten we bij Van Rossum zijn. Ja. Er is een nieuwe rechtse ster opgestaan. Zo. Hij zou heten Ron DeSantis. Ja, dat is de gouverneur van Florida. Ja, nieuwe ster. Ik bedoel, laten we dat nou eens even afwachten. Het is een ambitieuze en betrekkelijk intelligente en tegelijkertijd gewetenloze politicus. Die mooie sier heeft gemaakt met verzet tegen de COVID-maatregelen met als gevolg dat in zijn eigen staat niet waar sprake is van een zeer ernstige uitbraak, met alle gevolgen van dien. En nu zegt iedereen, mocht Trump het niet doen in 2024, dan zou DeSantis misschien voor de Republikeinse partij een interessante kandidaat zijn. Ja. Dit soort van zaken, daar kun je eindeloos over doorlullen zonder enige vorm van zekerheid. Dat is over 3 jaar, dat is in de Amerikaanse politiek een eeuwigheid. Trouwens ook in de Nederlandse politiek een eeuwigheid. Waarschijnlijk hebben wij tegen die tijd nog helemaal geen nieuw kabinet. Dat zou me niet verbazen. Dat een heel nieuwe traditie is begonnen, waarbij wij gewoon een permanent demissionair kabinet hebben. Wat een hele leuke constitutionele vernieuwing eigenlijk, hè, waar ik nooit zo aan gedacht heb. Maak het kabinet meteen demissionair en heb je verder ook, kan niet vallen, dus dat is hartstikke handig. Het is de eerste stap op weg naar de dictatuur in feite. Verkiezingen doen er niets toe. Blijkt nu ook, we zijn nog steeds bezig, we weten van niks. Nou, dus de cent is, ja, nogmaals, het is een man met ambities. Het zegt me verder niet zo verschrikkelijk veel. Hij is 42 jaar hij is in ieder geval ook veel buiten Florida nu dingen doen. Ja, want dan als je dan een nieuwe ster bent en dan word je natuurlijk door Fox word je omhoog getoeterd. En dan betekent dat je dus toespraken kunt houden waarvoor betaald moet worden. Of hoe heet het, fundraising. En daar zal die dan wel goed in zijn. En dat is natuurlijk weer voor andere republikeinen een interessante zaak. Ja. Maar voorlopig ben ik niet zo onder de indruk. Ook niet, want hij heeft natuurlijk wel meer dan Trump. Heeft hij ervaringen en ook zo op de succesvolle manier met het besturen van politieke dingen. Ja, Trump heeft ons allen geleerd dat je helemaal nergens enige ervaringen mee hoeft te hebben. En dat je dan heel goed 4 jaar vol kunt lullen als president met leugens en kletspraat. Dus dat laten we daar niet al te moeilijk over doen. Tegenwoordig is het veel belangrijker dat je een soort entertainer bent, een soort vlotte figuur op de televisie, dan dat je ooit voor je leven iets hebt bestuurd of een wet hebt gepakken of wat dan ook maar. En heeft deze man dat?
Nou ja, hij is gouverneur van Florida geworden, dus daar is hij wel gekozen. Dat is een grote staat, dat is ook een belangrijke staat in allerlei opzichten. Maar nogmaals, laten we dat nou eens even rustig afwachten. Okay. In nieuw sterrendom ben ik nooit zo verschrikkelijk van onder de indruk. Nee. Kijk, de televisie heeft een aantal typen van persoonlijkheden dringend noodzakelijk. En dat is dat je een held bent. Dat kun je bevorderd worden door een buitengewone sportprestatie te geven. De mensen zijn gek met helden. Nieuwe held, nou dat is geweldig. En dan natuurlijk iemand die goed kan huilen. Dat is ook dat is heel goed. Want het zijn, hoe meer er gehuild wordt, hoe gelukkiger de televisieprogramma's ermee zijn. Snikken, ellende, want natuurlijk een hoop televisie is in feite een vorm van ramptoerisme. Want jij zit lekker thuis op de bank, rustig, zakje friet, zakje chips in de hand. En daar trekt aan jou het hele panorama van mondiale ellende, trekt je voorbij. Je denkt ondertussen zo. En het kan zijn dat het klimaat opwarmt, maar tegen de tijd dat het echt ernstig is, zijn we allemaal dood. Dus, en wat hadden we nog meer nodig? Een ster. We hebben eens nieuwe sterren nodig. Het beste is dat je en een nieuwe ster en een nieuwe held bent en huilen kunt. Dat is echt, dat is iemand die is voor de televisie goud waard. Ja, ja, ik zeg, er is nu zo'n programma B&B vol liefde, ja, met realityster. Dus dat zijn mensen die gaan in het buitenland een B&B runnen, ja, en een nieuwe liefde zoeken. Ja, kijk, ja. Het lijkt me nogal een vrij omslachtige methode om een nieuwe liefde te zoeken. Je moet er toch niet aan denken dat je eerst in de Apennijnen een B&B moet beginnen, nietwaar, in zo'n vervallen ruïne daar. Met Italianen die niks komen doen. En dat je dan ook nog een nieuwe liefde op zich zou zeggen, blijf hier en probeer het een beetje redelijk te organiseren. Meestal vind je je nieuwe liefde gewoon in je eigen kennissenkring, is mijn ervaring bij mijn kennissen dus. Ja. Ja, dat is ook, ja, het is een typische tv-formule, want je begrijpt al, ik heb persoonlijk niets ervan gezien, maar daar zal het eerste traantje al wel gevallen zijn, hè? Ja, en het is een grote hit, nu. Oh, het is een grote hit. Nou, dat zal wel meevallen, denk ik, hè? Dus de zomerhit naast De Slimste, is dit een van de best bekeken programma's? Ah, ja, het zal de helft zijn van het aantal slimste mensenkijkers ongeveer. Het maar even. Ik weet niet precies wat de exacte cijfers zijn. Volgens mij hebben ze bijna 1 miljoen kijkers, wat ik zo heb gelezen. Dus, ik wens ze het allerbeste. Okay. Ik wens ze veel tranen, veel nieuwe helden, enzovoort. Ja. Overigens, nog over Amerika. De Republikeinen hebben toch dat infrastructuurplan gesteund, hè? Nou ja, en een heel beperkte versie ervan hebben ze gesteund. En nu moet het nog naar het Huis van Afgevaardigden. Dan moet het nog dan is er een speciale commissie. En die moet die twee versies van die wetgeving moeten gecoördineerd worden. En dan moet het nog eens een keer aan. Dus laten we even rustig afwachten. Maar het is wel een stuk minder dan wat Biden oorspronkelijk voorstelde. Maar als ik jouw lezingen van de afgelopen periode ook in deze podcast goed beluister, dan zeg je de Republikeinen willen maar één ding en dat is pesten en dwarsliggen. Ja, maar die mogelijkheden zijn dus nu eventjes beperkt, omdat de Democraten een meerderheid in het huis hebben, zij het in kleine. En het is 50-50 in de Senaat, dus Kamala Harris die breekt voor de Democraten, zorgt voor een meerderheid. Het is maar daar even afwachten hoe lang dat allemaal gaat duren. Mochten de Republikeinen weer bijvoorbeeld in de Senaat een zetel meer hebben, of twee, of rampzaligerwijs nog meer, ja, dan begint de sabotage en de pesterij, die begint weer. Maar ze natuurlijk in het afgelopen decennia hebben ze daar garen bij gesponnen. Namelijk dat je gek genoeg dat er zit in de regering, altijd de schuld krijgt van het feit dat het niet goed loopt. Terwijl dat vaak het gevolg is van de sabotagepraktijken van de oppositiepartij. Nou, daar is Obama bijvoorbeeld massaal het slachtoffer van geworden. Maar dit was in de Senaat, hè? Dit waar het nu doorheen is? Ja, maar goed, daar is het 50-50. En ook met name die conservatieve democratische senatoren hebben laten weten dat ze al hebben zwaren hadden. Maar goed, dat komt dan in de rest van het proces aan de orde. Okay, dus er zijn weinig democratieën die zo ongelooflijk ingewikkeld in elkaar zitten als de Amerikaanse, waar zulke volkomen krankzinnige regels zijn die vaak niet constitutioneel zijn vastgelegd, maar waar wel iedereen zich eraan houdt, dat laten we even rustig afwachten hier ook het geldt voor hetzelfde, voor het heldendom van de gouverneur van Florida. Wij wachten rustig af wat er gaat gebeuren. Ja. We hebben zelf, godzijdank, helemaal geen politiek meer. We zijn al, het heel Nederland is demissionair geworden. Dus
Van jou voordat je ook te veel kritiek op de Amerikanen hebt. Het is toch wat dat we gewoon net doen alsof er geen verkiezingen gehouden zijn. Ja, je begrijpt toch niet dat ze zich niet een beetje schamen voor deze vertoning. Dat is mij niet helemaal duidelijk, eerlijk gezegd. Er zit geen enkele wijze enig schot in. Het schijnt dat de Kamer nu wel aan de formatrice heeft gevraagd hoe het eigenlijk precies zit en of er nog iets gebeurt. Maar nogmaals, ik hou het erop dat we gewoon een permanent demissionaire politiek krijgen. Had je, want er is nu reces, had je het goed gevonden als ze gewoon waren door blijven werken? Ja, ik vind een beetje, als je dus de reces, dat is lollig. Dat is voor de vakantie natuurlijk, maar ik vind dit wel een vrij essentiële taak dat dit gewoon doorloopt. Je mag geen vakantie zeggen, hè? Dat heb ik van Henk Krol, die van de 50+, ex-50+, die zei, mag geen vakantie noemen, het is echt reces. Oh, nou, ik noem het toevallig even vakantie, maar ik vind het wel een beetje raar, ja. Ik vind deze hele formatie is tot nu toe zonderling verlopen. Dat is deels de schuld van de Kamer, maar dat is natuurlijk deels ook de schuld van het zittende demissionaire kabinet. En van natuurlijk degene die daar de baas van is en van het nieuwe kabinet zonder twijfel ook zal worden. Namelijk Rutte, kom op Rutte, doe er wat aan. Zoveel heb je niet te doen. Ik goed, ga een week met vakantie, mijn best, in een Airbnb. Misschien kun je dat programma meewerken, dat maakt je ook extra populair. Maar het is nu wel tijd om gewoon iets te ondernemen. Ook voor 1 september, ja. Zeker. Maar jij zegt, dit is strategie, hè, wat hij doet. Dat denk ik, dat is mijn theorie, dat het zittende kabinet moet blijven. We hebben ook allemaal nieuw personeel benoemd, zoals je wel gezien hebt. Die zijn allemaal al bij de koning geweest. Ja, mag dat? Want ze zeggen dat is in strijd met de grondwet, hoorde ik gisteren. Nou, ik neem aan dat ze het gedaan hebben en even hebben gekeken wat daarover in de grondwet staat. Waarschijnlijk niks. Dus ik denk dat het wel kan. Oké. Maar nogmaals, het is wel een beetje een rare vertoning. Ja, maar Jesse Klaver, die was van de week weer ergens en die hield zich erg in. Die wilde ook niet op Rutte heel kritisch reageren. Nee, je begrijpt wel. Hij hoopt nog dat er nog gepraat kan worden over eventuele deelname aan het kabinet. Natuurlijk, als Klaver ergens veel gruwelijke spijt van heeft, is natuurlijk dat hij vorige keer eruit gestapt is op het punt van emigratie. Dat vervolgens geen enkele rol heeft gespeeld in de daaropvolgende 4 jaar. Dus ja, die wil wel. Ja, maar die is kansloos, als ik jouw theorie begrijp. Ja, ik denk wel. Ja, ik denk nog steeds dat het zittende kabinet gecontinueerd zal worden. Wat is er makkelijker dan dat? Hmm. Ja, en hoe denk je dat de ChristenUnie dan gaat draaien? Want die moeten dan ook meedoen. Oh, die waren al lang bezig te draaien. Ja, dus zeker. En Kaag ook, met een nieuwe leiderschap? Ja, wat nieuw leiderschap. Dat was natuurlijk ook allemaal retoriek. Dat weten we toch ook wel. Hoezo nieuw leiderschap voor? Ik ben totaal niet geïnteresseerd in nieuw of oud leiderschap. Ik vind wel vooral dat er een aantal hele essentiële dossiers aangepakt moeten worden in Nederland. En dat gebeurt niet. Sterker nog, ik heb het verschrikkelijke kille vermoeden dat het ook bij een continuering van het huidige kabinet ook niet indrukwekkend zal zijn in de komende 4 jaar. Ja. Als het nieuwe kabinet, wat misschien het oude kabinet is, überhaupt al 4 jaar vol gaat maken. Hmm. Heb jij een beeld, en dat is natuurlijk pure speculatie, maar Rutte gaat uit zichzelf nooit weg, heb ik het idee. Die zal nooit zelf zeggen, nu is het mooi geweest. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat hij misschien toch een beetje denkt in termen van, als ik het record van Lubbers breek, dan heb ik toch wel een indrukwekkende historische prestatie geleverd. Dus wie weet, dat durf ik niet zo te zeggen. Hmm. We hebben dit uitgebreid besproken, deze kwestie. Ja. 10 jaar is eigenlijk ruim voldoende. Ja, dat was in de Napoleon-podcast. Ja, daar denkt, hoe heet het, Rutte duidelijk anders over. En de VVD natuurlijk. Kijk, Rutte zit en de VVD zit met een probleem dat er helemaal geen opvolging is, 0,0. Dijkhoff is vertrokken, waarbij je al de vraag kunt stellen, was Dijkhoff een passende opvolger voor Rutte? Als leider van de VVD, problematisch. Ik denk dat hij er niet voor niks uitgestapt is eigenlijk en heel iets anders is gaan doen. Ja, dan is er in verste verte niemand die dat eventueel zou kunnen. Sophie Hermans? Ach, kom toch. Hele aardige jonge vrouw. Ze zat bij de slimste mens. Nou, als dat onze minister-president wordt, dan zou ik wel vrij verbaasd zijn. Ja, maar ja, dat dachten we van Rutte ook toen die met Rita van Dokselen. Dat ben ik met je eens, maar dan nog zou ik vrij verbaasd zijn als het die dochter van Hermans zou worden. Ik denk wel dat ze haar een beetje aan het lanceren zijn intern. Over hen donder van. Nee? Nee. Waarom niet?
Omdat ze eerst nog maar eens moet bewijzen dat ze een redelijke fractieleider in de Tweede Kamer is. Dat wil ik ook nog wel eens zien. Ja, er staat ook op, ergens op haar LinkedIn volgens mij tijdelijke fractievoorzitter. Dus... Ja, nou goed, dat is tijdelijk inderdaad. En dan maar eens kijken hoe dat gaat aflopen. Maar wat zou ze dan gaan doen als ze, dan wordt ze dan minister misschien? Dat zou kunnen. Ik heb geen vraag. Ook daarover, ja, je kunt wel speculeren, nee. Maar je weet niet precies hoe de bal rolt. Nee. Het is ook een beetje een flipperkast, toch? Ja. Hé, ik vind toch, ja, Siebert moet toch maar een keer naar deze podcast gaan luisteren. Want dan weet hij waar hij met al zijn vermogen naartoe moet. Want Wealth Management Partners hebben gezegd, dat is een vermogensbeheerder. Wij willen jouw geld niet hebben. Nou ja, kijk, voor een vermogensbeheerder is natuurlijk een vermogen. Wij vinden 9 miljoen veel. Dat is heel begrijpelijk als je een normaal persoon bent. Eén ding is duidelijk, Siebert is helemaal niet van plan om deze centen weer terug te geven op enige wijze. Dat is duidelijk geworden. Anders had hij het al lang gedaan natuurlijk. Voor een grote vermogensbeheerder is 9 miljoen peanuts. Dat is totaal oninteressant. Maar ik denk dat hij genoeg kleine vermogensbeheerders kan vinden die bereid zijn om die 9 miljoen van hem op profijtelijke wijze ergens te stallen. Bij de Canarische eilanden, bij de Cayman-eilanden of zo. Zonder twijfel. Maar het is wel heel opvallend dat hij dus helemaal niet van plan is om het terug te geven. Nee, maar ik begreep dus dat zij dat niet wilde doen vanwege reputatieschade. Nou, daar ben ik niet zo van onder de indruk. Nee? Nee, hoe heet het, die fund managers, dat zijn geen lui die wakker liggen van reputaties. Oké. Okay. Nogmaals, 9 miljoen is niks. Nee, maar je hebt ook nog die andere twee, hè? Die hebben volgens mij ook nog wel wat. Die zouden daar ook je kunnen. Je hadden er 5 miljoen gelokken over gehouden. Okay. Dus in totaal zou je... Maar ik weet helemaal niet of die lui dezelfde fundmanager willen hebben. Ja, maar ik vind wel... Amerika, hebben we hier altijd gezegd. Ga naar Amerika. Ja, dat heb ik al gezegd. Emigreer. Je bent hier toch voorlopig niet reçu. Misschien kun je correspondent worden. Voor Nieuwsuur. Ja, als miljonair. Heel interessant. Hele andere kijk. De meeste van die correspondenten zijn natuurlijk journalistieke armoedzaaiers eerste klas. Die vinden het een fijn baantje en die moeten tenslotte weer terug. Vaak als ze zo gevestigd zijn dat ze helemaal geen zin hebben om terug te gaan. En is er niet een heel leuk idee voor een van de omroepen? Onze eigen miljonair in Amerika. Hoe is het om miljonair te zijn in Amerika? Nou, dat kan je vertellen. Het is een heel fijn bestaan. Ja. De belastingen zijn lager voor miljonairs. De miljonairs kunnen alles doen en laten waar ze zin in hebben in Amerika. Ik heb het al eens eerder uitgelegd. Het is een land wat georganiseerd is door miljonairs voor miljonairs. Ja. Nou, en dan begreep ik, en bij Nieuwsuur, die mevrouw Tweebeke, die schijnt ook niet slecht in de slappe was te zitten. Is dat zo? Ja, dat heb ik dat een keer. Dat heeft ze dan ongetwijfeld niet bij dat programma verdiend. Nee. Nou, Van Linde heeft in ieder geval gezegd dat hij eventjes gaat een weekje weg met zijn gezin, want dat heeft hij in 2 jaar door alle drukte niet kunnen doen. Dus, ja, wat een zielenpoot is het. Hè? Wat een held. Ja. Ja. Ik ga niet in op alle beweringen, roddels en beschuldigingen. Nee, hij kijkt wel link uit. Zou ik ook niet doen als ik Siebert van Linden was. Ja. Ja, maar wat een playfiguur heeft die man geslagen natuurlijk. Maar wat... Jongen, voor die luizere 9 miljoen. Hè. Ja. Kijk, iedereen in Nederland met een dubbel modaal heeft een heel normaal rustig bestaan. En dan zeg ik al dubbel modaal. Hè. Daar krijg je al in gezonde brieven op. Ja, maar wat moet hij nou nog, die van Linden? Nou ja, ik zou zeggen donderop naar Amerika. Ja, dat je waar je niet in de kijker loopt. Ja, maar ik heb niet het idee dat hij dat gaat doen. Die denkt het waait op een bepaald moment wel. Misschien wil zijn vrouw wel helemaal niet, weet ik veel. Dat kan allerlei factoren kunnen daar een rol spelen. Maar je kunt ook naar België emigreren. Dat is ook een soort van een publicitaire dood. Ja, ja. Er zijn ook wel ideeën van mensen die zeggen, ja, we krijgen natuurlijk nu een nieuwe ramp. Want de IPCC, hè, dat rapport heeft aangekondigd, jongens, hè, het wordt allemaal erger dan verwacht. Ja. Kan Siebert misschien al vast zwemvesten gaan inslaan? Oh, dat is echt niet nodig. Kijk, natuurlijk moet aan die klimaatopwarming iets gedaan worden. Dat wordt eigenlijk, naar mijn gevoel, als je dat als historicus beschouwt, al vrij frappant veel aangedaan. Ik denk dat dat over de komende decennia zal doorzetten. En ja, het kan zijn dat het nog een graadje warmer wordt. Dat heeft vervelende consequenties, hebben we gehoord. Tegelijkertijd is dit wel een zaak van de lange termijn. Dus laten we maar afwachten hoe dat gaat. Ja. En hoe luister je naar dat soort rapporten, hè, als dat gedeeld wordt door de VN? Ik neem aan dat verder serieus bedoeld is en dat het wetenschappelijk adequaat onderbouwd is. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat die effecten er zijn.
Die moeten voor een belangrijk gedeelte zijn het voorspellingen. Het is niet wie komt ze niet in. Het is zo. Nee, het zijn voorspellingen dat als die opwarming doorgaat, dat dat bepaalde effecten zal hebben. En een aantal weersverschijnselen die zich nu voordoen, worden door mensen gekoppeld aan die opwarming van het klimaat. Nou zijn die branden in de Middellandse zeegebieden, dat is niks nieuws onder de zon. Ik ben nog eens in Zuid-Frankrijk geweest en daar kwamen elke 10 minuten boven ons lollige vakantiehuisje, kwam er zo'n gigantisch ding overvliegen, die een paar 100 meter verder de brandende maquis ging blussen. Die overigens, heb ik toen begrepen, allemaal gewoon in de fik was gestoken door projectontwikkelaars. Ja, dat hoorde ik, ja. Als het helemaal afgefikt is, dan kun je er huisjes bouwen. Dus dat was niet eens een natuurlijke brand. Die gooide daar gewoon een lucifertje in het gras. Ik begrijp ook nu dat er een aantal van die branden evident aangestoken is. Dat verbaast mij niks. En waar bleek dat uit? Ja, ik neem aan uit onderzoek. Ik geloof dat omdat op hetzelfde moment op meerdere verschillende plekken die branden uitgebroken waren. Ik volg het niet op de voet hoor. Dus. Nee. En dan hebben ze een alibi van het komt door de droogte, diegene die dat gedaan heeft. Nou ja, het is er natuurlijk hartstikke droog, maar Het is er altijd hartstikke droog. Als je ooit in Zuid-Frankrijk bent geweest in de zomer, dan weet je dat het allemaal hartstikke droog is en zo bruin als wat. Ja. Als je dat in de fik stookt. Wat je natuurlijk ook ziet bijvoorbeeld in Californië en zo. Kijk, en ook in Australië, daar wordt heel losjes gewoond in beboste gebieden. Dat heeft daar ook weer iets te maken met bosbeheer. Ja, als je daar zoveel onderhoud is wat niet opgeruimd wordt in de loop der tijden. Nou ja, als dat daar een keer de fik in gaat. Bovendien in Amerika bijvoorbeeld hangen elektriciteitsleidingen. Die hangen bij ons liggen die dingen onder de grond. Of aan die hele hoge palen. Maar daar hangen ze ook gewoon langs de weg aan paaltjes, lullige paaltjes. En vaak als dat breekt of zo, kunnen ze ernstige kortsluitingsverschijnselen voordoen. En die zijn vaak ook de oorzaak van dit type van natuurbranden. Ja. Was overigens iemand die, dat is misschien nog wel een leuke idee voor een aflevering, of jij een keer wat meer wil vertellen over de reizen die jij in Amerika hebt gemaakt. Oh ja, ik heb alleen maar leuke reisjes gemaakt in Amerika. Met de automobiel, wel lang geleden, maar goed. Ja, mensen zouden dat leuk vinden. Tenminste, een paar mensen hebben zich gemeld en zeiden als Van Rossum dat misschien wil Van Rossum dat een keer vertellen. Ja, met de Ford Pinto. Oh ja? Ja, bleek na enige tijd, las ik tot mijn verrassing, dat het een levensgevaarlijke rijdende bom was, die auto. Als je van achteren werd aangereden, dan scheurde de benzinetank en vloog het wagentje in de fik. Ik heb nooit de hoge pet op gehad van Amerikaanse auto's. Nee. Veel massa? Vage besturing, sponsige remmen, niet prettig. Ik weet dat ik weer terug was. Nou, dat ik 10.000 kilometer in de Ford Pinto had gereden. En ik stapte in mijn Renault 16. En dat is een hele andere wereld. Waar je hebt gewoon het gevoel dat het mechanisch ook werkt. En dat je niet bezig bent om in een pakje gesmolten boter te roeren. Terwijl Renault ook wel, daar wordt ook wel kritisch aan gekeken. Ja, dat is voor precies om in de moderne natuurlijk germano-vriendelijke autotechniek. Is natuurlijk ook heel treurig dat die keiharde Duitse viering, dat helemaal over de hele autowereld verspreid is geraakt. Ja. Ik ben een groot voorstander van soepele viering, die ook in allerlei opzichten technisch perfect kan worden uitgevoerd. Ja, dat komt allemaal voorbij in de autopodcast. Hè? De mensen denken, ach ja, dat gaan we ook nog doen, zeker. Ja, we zitten eerst nog helemaal in de Tweede Wereldoorlog, maar daarna komt echt die autopodcast eraan. Ja, de Afghanistan is natuurlijk ook nog eventjes iets wat ik op het lijstje had gezet. Ja, dat is ook wat. Daar maken we ons nu natuurlijk ineens enorm druk over. Ja, je bent het eens met Biden, hè, dat het slim is om in ieder geval uit Afghanistan te vertrekken. Ja, we moesten daar een keer vertrekken. Ja, maar is de manier waarop, is natuurlijk discutabel. Nou ja, daar kun je natuurlijk je kunt dat dan wat langer uitsmeren en zo. Maar je zit natuurlijk nu met het probleem dat een deel van de Afghaanse bevolking, in het bijzonder de stedelijke bevolking, dat die natuurlijk uitgebreid samen heeft gewerkt met zeg maar de westelijke bezetters. Want laten we eerlijk zijn, dat waren natuurlijk de bezetters. Tegelijkertijd is natuurlijk nu ook gebleken dat de regering die de westelijke bezetters in feite hebben gecreëerd, inclusief een vrij omvangrijk leger, wat getraind en bewapend is door de westelijke bezetters,
Daar hebben we al met al in over de afgelopen 20 jaar duizenden miljarden dollars aan uitgegeven. En nu blijkt natuurlijk wat voortdurend blijkt onder deze omstandigheden. Dat zo'n leger dus voor geen meter functioneert en niet kan doen wat het zou moeten doen. Namelijk de bestaande regering in Kabul verdedigen. En ja, ik las dat bijvoorbeeld de commandant van Engelse eenheden in Afghanistan al in 2008 zei. Wij kunnen deze oorlog niet winnen. Er wordt ook een beetje door de media de suggestie gewekt dat die Taliban een soort buitenlandse troepen zijn die nu zo'n heerlijk westers land en Deense democratie komen overweldigen met hun akelige islamitische overtuiging. Ja, ik kan je zweren dat die Taliban dat allemaal gewoon doodgewone Afghanen zijn. Ja, er is ook in Afghanistan een omvangrijk platteland waar nog steeds 70% of 80% van de bevolking woont. En ja, die zijn in het algemeen ook geïnspireerd door de islam. Dat zijn, in alle, nou ja, dat zijn die lui die in die modderige huizen wonen, die je nog wel eens ziet uit de lucht in dat enorme bruine land. Dus ja, het feit is dat de regering die wij gecreëerd hebben op basis van onze beginselen, waar we duizenden miljarden dollars in gepompt hebben, nou ja, we vooral de Amerikanen natuurlijk, dat die niet doet wat die moet doen en niet in staat is om zichzelf te verdedigen tegen de Taliban. En dat die Taliban is dus wel bereid om zeg, het leven te geven voor wat zij dan beschouwen. Dat vinden wij niks, maar we moeten wel denken aan Afghanistan. En we zijn dus na 20 jaar er niet in geslaagd om daar een regering te creëren, inclusief een leger en een politiemacht, die in staat zich te verweren tegen een opstandige beweging die uit dat land zelf komt. En dat is, valt ons, want wij hebben er ook gezeten, maar ook de Amerikanen dus aan te rekenen. Ja, wij hebben daar natuurlijk ooit alleen maar gezeten om mee aan tafel te kunnen zitten. Een paar missies ook, hè? En de indruk van een trouwe bondgenoot te maken. Ja. Uruzgan hebben we gezeten. Ja. En dat is allemaal tevergeefs geweest, hoe pijnlijk dit ook klinkt. Ja. Kunduz was het volgens mij ook, waar we zaten. Ja. Maar hoe de Afghaanse bevolking, zijn die fan of voorstander van de Taliban? Sommigen wel, sommigen niet. Ik vermoed dat uiteindelijk een meerderheid daar wel voor voelt. Mm-hmm. Ja, want het, ja, ze hebben uitgebreide steun, anders zouden ze niet kunnen doen wat ze gedaan hebben. Toen de Taliban verjaagd is, dus dan hebben we het over oktober, november van het jaar 2001, precies 20 jaar geleden ongeveer. Toen zei je deskundigen, let nou op, hè, want de vlag ging uit en Kabul werd bevrijd. Nou, we deden net alsof we de Derde Wereldoorlog hadden gewonnen, vooral de Amerikanen dan. En toen zei de deskundige al, pas nou op, de Taliban komt terug. De Taliban is diep geworteld op het platteland van Afghanistan. Vergeet dat niet. En verdomd, na een jaar of 2, 3 kwamen de Taliban weer terug. Eerst beperkt, eerst misschien 10.000 man of zo. En dat is sinds die tijd altijd sterker en effectiever gebleken. Mm. En nu zie je dus wat er gebeurt. Ja, dit offensief hangt natuurlijk samen met het feit dat de Amerikanen hebben aangekondigd te vertrekken per 1 september. Dus ja, dat is minder dan over een maand moet het weg zijn. Ja, maar kan er een stabiele regering komen onder de vlag van de Taliban daar? Nou ja, wij vinden dat niks natuurlijk, de Taliban. He, jij zegt, jij vraagt het al zo dat je denkt, ja, die Taliban, die lijkt me van die rare petten op en zo, dat kan niks wezen. He, die kunnen geen 2 en 2 bij elkaar optellen. Het zal een regering zijn als ze Kabul innemen, moeten we even afwachten allemaal. Dan zal het een regering zijn die ons niet bevalt. En die ook met name allerlei dingen doet die ons ook niet bevallen. Ja, wij zijn westerlingen, dus wij hebben heel andere opvattingen over de rol van man en vrouw en onderwijs en ga ze maar doen. Maar goed, we hebben 20 jaar ons best gedaan, zou je kunnen zeggen. En we hebben degene die wij geholpen hebben in Afghanistan, zijn niet in staat gebleken om zichzelf te verdedigen. Dat is wat je nu ziet. Hmm. Maar goed, dat is niks nieuws onder de zon. Nee, maar als de bevolking er blij mee is, als ze denken prima die Taliban, ja, dan is goed, toch... Een deel van de bevolking zal er heel ongelukkig mee zijn. Maar ja, dat is het probleem een beetje op dit moment. Wat, laat ik het anders vragen. Wat zijn de internationale gevolgen als de Taliban daar... Ja, die zijn beperkt. Wordt ook meteen weer geschreven dat de Russen en de Chinezen dan met de Taliban in gesprek gaan, waardoor hun invloed in Afghanistan zal toenemen. Nou, hartelijk dank. Ik feliciteer ze er graag mee met de invloed in Afghanistan.
Het doet dan niks toe wie de invloed heeft in Afghanistan. Dan krijg je ook allemaal die geopolitieke zwetskoek. Ja. Nogmaals, de Taliban, dat is ook Afghanistan. He? Afghanistan grenst aan de oostkant, grenst het aan Pakistan. En aan de westkant grenst het aan Iran. Ik doe het even uit het hoofd natuurlijk, ik heb geen kaartje bij de hand. In het noorden grenst het volgens mij aan Oezbekistan. En nou ja, dat, in dat hele Centraal-Aziatische gebied zijn natuurlijk de Chinezen in het bijzonder, maar de Russen misschien ook wel enigszins geïnteresseerd in invloed. Ik gun ze die invloed van harte. Er is verder niks interessants gaande daar. Het is, als je ooit die landschappen hebt gezien, dan weet je dat er nog veel ruimte is in de wereld. Hè? Ja. Het is een soort Drenthe, maar dan een miljoen keer zo groot. Ja. En die Taliban, zitten daar bijvoorbeeld ook ondernemers bij? Of zijn dat alleen maar boeren met geiten? Het zijn jonge mannen natuurlijk in het bijzonder. En de productie van jonge mannen in Afghanistan heeft nooit de wensen overgelaten. Die is gigantisch groot. Dat is een land wat zich in allerlei opzichten nog niet aan de demografische overgang begonnen is. Dus ja, de Taliban kan over ruim voldoende vechtlustige jonge mannen beschikken. Ja. Maar goed, de leiding is in handen van, ja, het zijn lui die ook in het kader van de islam vechten. Ja. Even kijken, nog een paar vragen. Ben jij fan van strips in kranten? Is dat iets wat je leest? Nou, die zijn vrijwel verdwenen, is eigenlijk mijn indruk. Ik lees Fok en Sukke, dat lees ik altijd. Ja, en Dirk Jan? Soms begrijp ik het niet, maar meestal begrijp ik het wel. En vaak is het verrekt geestig. Ja, Suske en Wiske komen met een stripglossie. Want ze bestaan 75 jaar. Oké. Nou heb ik Suske en Wiske, dat heb ik altijd even waardeloos gevonden. Dus daar ben ik geen liefhebber van. Oké, waarom? Nou, het is slecht getekend, het is een rot verhaal. Het is gewoon niks. Die Willy van der Steen, daar was ik geen liefhebber van. Okay. Ja, die is al lang en breed dood. Maar... Ja, nou, dus we krijgen dus een stripglossie deze week. Ik vond met name die tekeningen bevallen me helemaal niet. Nee. NRC heeft volgens mij ook, heeft NRC strips? Nee, alleen een paar Fok en Sukke volgens mij. Oké, ja, die zijn wel grappig, ja. Vroeger had je Wipperoen en Duinkonijn, dat was niet slecht. En natuurlijk Heer Bommel, maar ja, Heer Bommel is uit de tijd geraakt. Wat mij betreft zouden ze een groot deel van die strips van Toon er gewoon kunnen herhalen, hoor. Ja. Het zijn echt verhalen, soms met eeuwigheidswaarde. Ja. Hey, en jij was in Gorinchem, in een vestingstad is dat, hè? Zo is dat. Ja, is het wat jou betreft de mooiste van het land? Nou, ze zijn allemaal erg aardig. De verkiezing van de bekendste vestingstad, of de beste of de mooiste, die is geloof ik, de uitslag van die verkiezing is 16 augustus, als ik het wel heb. Ik zat zelf in die commissie, dus ja, ik kan natuurlijk wel verklappen welke van die vijf het geworden is, maar dat gaan we niet doen. Want ik heb beloofd dat ik het niet zou doen. Het zou een beetje flauw zijn als ik het wel zou doen. Ja. Dokkum doet ook mee, Bourtange. Nou ja, Hulst en Sittard. Wat Bourtange, pardon. Ja, dat is een perfecte vesting. Ja, klinkt ook wel vestingachtig. Dus als vesting aangelegd. Ja, ja. Dus we moeten even 16 augustus afwachten. Ja, je hebt hier in de buurt heb je toch ook nog, als je richting Naarden gaat, heb je toch ook... Naarden is een schitterende vesting. Ja, maar die is dus afgevallen in dit rijtje. Kennelijk. Oké. Misschien zijn er al eerdere verkiezingen geweest, dat weet ik niet. Ik was er alleen dit jaar bij betrokken. Ja. Een heel leuk stukje over geschreven. Oké, nou, dan gaan we dat afwachten. Oh ja, en er was ook nog een vraag. Wat kun je nog herinneren? Wat is je bijgebleven van introductieweken van studenten? Nou, de groentijd natuurlijk. Dat is me heel helder bijgebleven. Voor jezelf of toen je al bij de universiteit werkte? Nee, voor mezelf vanzelfsprekend. Ik ben lid van het Utrecht Studentenkoor geweest. Die hadden een pittige ontgroening waar ik een fervent tegenstander van ben. Ik vind het hele lullige, kinderachtige praktijken waarbij bovendien forse risico's worden genomen. Omdat het natuurlijk de toezicht, zoals iedereen weet, handhaving weet ik hoe je het wil noemen, niet waar volstrekte wens overlaat. Met het gevolg dat we vrijwel elk jaar in die groentijden allerlei rare schandalen hebben. Van jongens die gedwongen zijn om een massa hoeveelheid te drinken. Dan zijn er regelmatig doden gevallen in de groentijd. Nou, ik vind het een weerzinwekkend fenomeen.
Ik vind elke vorm van groen tijd verdomd irritant. Introductietijd kan ik me voorstellen dat je uitlegt waar het gebouw is en waar de wc daar gelokaliseerd is en wat je voor leuke dingen kunt doen in de studiestad. Maar ik vond dat hele gedoe met dat je mensen gaat pesten en treiteren en dwingen om hele vervelende dingen te doen. Ik vind dat helemaal niks. Je weet, het gebeurt overal in onze samenleving. Het is niet speciaal een corporale traditie. Maar ik ben er 100% tegen. Waar gebeurt het dan nog meer? In dienst bijvoorbeeld of in de defensie. Wat hebben we niet voor drama's gehad? Met beroepspersoneel bij Defensie, met ontgroeningspraktijken waar jij scout van wordt. Dat is niet best. Het creëert een band, hè, wordt er dan gezegd. Ja, maar lulkoek. Ik creëer het maar een band. Ja, als je mensen maar genoeg onder druk zet en je ze eindeloos opsluit en geen eten geeft, misschien creëer je dan een band. Ik vind het helemaal niks. Ja, en sommige... Het is en bovendien, het is altijd hetzelfde liedje bij die groentijden. Dat was ook in mijn groentijd zo. Het zijn de slechtste elementen die er misbruik van maken. De meeste mensen zijn, hoe is het ook weer, wat zegt Rutger Brecht, maar ook weer de meeste mensen deugen. En nou, dat hangt erg van de omstandigheden af, naar mijn idee. Maar jammer genoeg voor Rutger Brecht, maar zijn er enorm veel mensen die niet deugen. En die hun unieke kansen grijpen in bijvoorbeeld in zo'n groentijd. Het zou misschien voor Rutger ook een prima leuke tijd zijn om een keer zo'n groentijd bij te wonen. Maar wat doen ze dan, die mensen? Nou, die gedragen zich lullig. Vroeger werd er enorm gemapt. Er moest voortdurend gevochten worden. Buitenlandse korpsen moesten invechten. Jij werd met een bus naar Groningen getransporteerd. Om daar te gaan invechten. Er stond altijd een ambulance in het steegje. Naast de sociëteit. Voor de gebroken enkels en de blauwe ogen. En wat er allemaal niet meer voor ongelukken gebeurde. Dat is wel redelijk bizar. Ja, vrij bizar dat gebeurt. Het is ook, men zegt dat het minder is geworden. Maar ja, groentijden, dus initiatierieten, om het maar even zo te zeggen, dat is een wijdverbreid fenomeen waar ik geen voorstander van ben. Het leven biedt langs natuurlijke weg al ruim voldoende initiatierieten. Ja, jij noemt het groentijd, hè? Maar ik kan me herinneren dat de ontgroening, dus je ziet dat die technologie door de jaren heen ook zich ontwikkelt. Ja, hoe heet het tegenwoordig? Ja, volgens mij ontgroening noemen ze het. Ja, wij noemden het de groentijd. Groentijd, ja. Ja, en ik weet dat ze in Groningen hebben een soort van bangalijst of zo. Dat is ook zo'n uitwas daarvan. Ja, nou ja, kijk, Vindicat, zoals het Korda heet, dat heeft zich echt, dat misdraagt zich dus al jaren en jaren. En elke keer weer worden ze op de vingers getikt en zeggen ze, nee, nu gaan ze echt, nu hebben ze er iets. Het helpt nooit. Zo'n klote koor. Mag ik iedereen oproepen, ook ouders als het even kan. Laat uw zonen of dochters geen lid worden van Vindicat. Een organisatie die fundamenteel, dat wil zeggen tot diep in de fundamenten, niet deugt. Maar stel dat er nieuwe jaren komen, nieuwe studenten komen. Niks mee te maken, daar is daar iets mis. Het stijgt op uit de fundamenten van het gebouw. Het is notabene een vrij nieuw gebouw. Het deugt gewoon niet. Hoe weet je dat? Dat het God beter het elk jaar hetzelfde liedje is met Vindicat. He, met die lijsten, met te veel zuipen. Daar is ook nog een dode gevallen. Het is gewoon een organisatie die niet waar de hele mentaliteit niet deugt. De universiteit heeft ook een tijdje gezegd, ik weet niet hoe dat nu is, we stoppen de financiering. Ja, en terecht zeg. Ook nog eens een keertje de boel vanwege de overheid gaan zitten financieren, deze criminele organisatie. Ja. En dan heb je natuurlijk de Keiweek, dat is in Groningen. De Eureka Week is Rotterdam. En dan heb je ook studentenverenigingen en je hebt disputen, hè? Dat is ook nog een... Ja, dat maakt natuurlijk een heel verschil. Je hebt studentenverenigingen op basis van studierichting. Ja, dus je had hier in Utrecht, voor geschiedenis had je de UHSK. De Utrechtse Historische Studentenkring, die bestaat nog steeds. Daar ben ik nooit lid van geworden. Want toen ik eerstejaars geschiedenis was, werd je uitgenodigd door het UHSK-bestuur om een gesprekje met het bestuur te voeren. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb nog zelden in mijn leven zulke arrogante vlerken gezien als in dat bestuur. Rijk ook al met een driedelig pak, met zo'n lint en zo'n medaille om. Dat ik al snel dacht van jullie zoeken in mij uit. Maar ik ga liever elke week een ijsko eten dan dat ik bij jullie de contributie ga betalen. Dus ik ben nooit lid geworden. Flauwekul. Ja.
En in Maastricht heb je dus echt disputen. Hè? En dat is dan, ja, dispuut X, dikste dispuut Y. Ja, goed, dan hoop ik dat dat beter georganiseerd is. Want dat was het hele probleem van de groentijd. Het toezicht was onvoldoende. Mm. Met als gevolg dat het voortdurend uit de hand loopt. Mm. Ja. Even kijken. Ja, volgens mij hebben we nog andere dingetjes die je wil bespreken. Ik weet niks. Ik kijk met een zekere vrees naar de geringe hoeveelheid vocht die nog over is. Je mag ook binnen even vullen hoor. Mm-hmm. Even kijken. Ja, jij gaat het toch monteren, dus het maakt ook niet zoveel uit. Nee, daarom. Mocht ik echt een hopeloze dorst krijgen. Want zo'n auto warmt ook lekker op in de hitte. Hè? Ja, ik kan wel de airco aandoen. Ja, misschien moeten we dat zo even doen. Ja. Even kijken, ja, volgens mij hebben we alles gehad. Ja, ja, en oh ja, Gerrit Hiemstra die had nog een idee om rond die klimaatgebeuren, om net als we hebben nu bij de COVID-OMT, om dat ook voor het klimaat te doen. Dus zo'n commissie met allemaal mensen die dus op het klimaat aanbevelingen gaan doen aan het kabinet. Ja, dat vind ik best, maar die zijn volgens mij, het kabinet het rapport ook lezen. En bovendien wordt er op tal van terreinen toch ook beleid geïnitieerd. Niet waar, wat gericht is uiteindelijk op het verdwijnen van de fossiele brandstoffen. Ja. 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 Al kan ik je uit de beste bron mededelen dat wij hier afgelopen jaar regelmatig de straat open hebben gehad. En dan zeg je, waar is dat voor? Dan is hier een nieuwe gasleiding in net gelegd. Het is opmerkelijk toch als je weet dat we in 2030 van het gas af moeten. Dat schijnt te zijn om voor waterstof. En dan, nou ja, daar geloof ik dus werk voor geen meter in. Dat brengt zulke praktische problemen met zich mee. Ja, dat zijn waterstofauto's. Toyota en Honda heeft twee. Je hebt ieder een type gebouwd. Dat functioneert prima. In Nederland zijn geloof ik twee punten waar je waterstof kunt tanken. Dus ja. Dan moet je wel heel goed geverseerd zijn om net op tijd altijd bij dat punt te zijn. Ja. Ik zie dat niet zo gebeuren. Want dat zou in feite een heel nieuwe infrastructuur nog weer extra noodzakelijk maken. Dus ik zie dat niet in doen. Laat ze nou maar gewoon normaal doen en op de ingeslagen weg doorgaan. Laat een recensie achter op Apple Podcast. En volg Maarten Podcast op Twitter en Instagram voor behind-the-scenes materiaal.